Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste miss van Gelderland? Ben jij een beauty met brains? Lijkt het je wat om kans te maken om onze provincie te vertegenwoordigen tijdens de finale van Miss Nederland? En een gooi te doen naar misschien wel de titel van Miss Universe, Miss World of Miss Earth? Stop dan met waar je nu mee bezig bent. Want organisator Hinda gaat je precies vertellen wat je nu moet doen. Nou, we zoeken een miss, nieuwe miss in Gelderland 2012. En ze moet tussen de 18 en 27 jaar zijn. Langer dan 1,69 meter, niet getrouwd, geen kindjes, woonachtig zijn in Gelderland of geboren in Gelderland, dat mag ook. En ja, en de inzet hebben en de intelligentie om Miss Gelderland 2012 te worden. Intelligentie, zeg je? Ja, klopt. Nee, zo belangrijk. Ja, inderdaad, want je bent toch wel, stel dat je Miss Gelderland wordt, dan ga je automatisch door naar de finale van Miss Nederland. Dan maak je ook kans om Miss Universe of Miss World te worden. Ja. En dan komt er zoveel op je af. En je komt zoveel belangrijke mensen tegen. Van een diplomaat tot een kind uit een weeshuis. Dus dan moet je toch wel een bepaalde intelligentie hebben om dat aan te kunnen. Een beetje een vooroordeel, hè, wat mensen hebben. Mensen associëren Miss Gelderland, Miss Verkiezing gelijk met dom, ja, inderdaad. Ja. En dat is het absoluut niet. Nee. Wat heel erg opvalt is natuurlijk, je mag niet getrouwd zijn. Wat is daar de reden van, zeg maar? Nou, als je getrouwd bent, dan ben je geen miss meer, hè. Briljant. Hoe ziet de planning eruit? Nou, op 4 maart 2012 is er dan een castingdag. We zijn nu druk aan het scouten tot aan 2 maart, want dan sluit het. En op 4 maart 2012 is een Café van Buren een castingdag. En dan worden daar de laatste finale missen gekozen, 12. En dan hebben we ongeveer 2 maanden tot aan 11 mei een promotietour. Dus er staat van alles op de planning. Een catwalk training, een zelfverdedigingcursus bij MMA Women. Ja, we zijn nog heel druk bezig met allerlei partijen, maar het wordt echt heel leuk. Echt heel ze gaan leuk. Gevaarlijke dingen doen, boksen ook en zo, hè? Ze gaan zeker boksen, ja. Maar we houden de gezicht wel intact, hoor. Ja, dus daar hoeven ze niet druk om te maken. Ja. En dan de uiteindelijke verkiezing, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dus tot dan die 2 maanden promotietour. Dan hebben we om 11 mei hebben we dan de finale avond. Een hele misverkiezing. Dus ja, dan heb je verschillende rondes. Een bikini-ronde, een casual-ronde, waar ze zich moeten voorstellen aan de jury. En daar wordt een nieuwe Miss Gelderland 2012 gekozen. Ja. Eeuwige roem, hè? Eeuwige roem, ze is een jaar lang Miss Gelderland inderdaad, ja. Ja, en dan gaat ze automatisch door naar Miss Nederland. De Miss Gelderland van 2011, hoe ziet haar jaar eruit? Of hoe heeft haar jaar eruit gezien? Ze heeft nu een jaar lang echt druk. Fotoshoots heeft ze gedaan, modeshows, belangrijke dingen wordt ze uitgenodigd. Dus ja, ze is ook super enthousiast en ze kijkt ook echt weer uit naar dit jaar om de nieuwe misses, zeg maar, te helpen hierbij. Ja. Het is duidelijk, Miss Gelderland ben je niet zomaar. Heb jij de juiste mate, brains, looks en lijkt het je leuk om je in te schrijven? Kijk dan op de website www.missgelderland.nl.